Verpleegkundige, zoals de naam het al zegt, helpt of verpleegt mensen die zorg nodig hebben. Dit kan variëren van ouderen tot mensen met psychische problemen, tot mensen in het ziekenhuis, etc. Waar bestaan de dagelijkse taken uit? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het voeden van de patiënten. Je moet ervoor zorgen dat ze medicijnen innemen. Je moet helpen bij het wassen van de patiënt en als ze naar de wc moeten. Daarnaast ben je nog de schakel tussen de familie en vrienden en de patiënt in bijvoorbeeld het ziekenhuis of de inrichting. Waar kun je als verpleegkundige aan de slag? Onder andere in verpleeghuizen, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, ouderenzorg, thuiszorg en kraamzorg. Soms kom je de termen verpleegkunde A, B en Z tegen. Deze duiden op specialisaties binnen de verpleegkunde. Dit zijn echter verouderde termen. In ieder geval in Nederland is het zo dat ze vervangen zijn door MBO en HBO. Verpleegkundige A, dit stond voor de algemene opleiding tot verpleegkundige. Verpleegkundige B staat voor de hulp in psychiatrische zorg. En verpleegkundige Z, dat gaat over verpleegkundigen met betrekking tot geestelijke gehandicapten. Welke leerproducten zijn er beschikbaar voor verpleegkundigen? Onder andere verzorging IG, niveau 3, MBO. Nascholing verpleegkundige specialisten. HBO communicatie voor verpleegkundigen. MBO masterclass voor verpleegtechnisch handelen. Moet een verpleegkundige regelmatig een cursus volgen om zijn of haar kennis te onderhouden? Ja, het is zo dat je BEG geregistreerd moet zijn en elke 5 jaar moet je weer laten zien dat je alles nog in de vingers hebt. Ben je geïnteresseerd in verpleegkunde? Kijk dan via deze mogelijkheden of op springers.nl. Bedankt voor het kijken.